Mijn naam is Gerjan Schuurman en ik zit hier namens Downtown. Hier heb ik van Union erbij gepakt de Contact Pro. En de Contact Pro is wel een aardig bewezen, of eigenlijk gewoon flink bewezen binding zo door de tijd heen. Je kan het eigenlijk het beste zien als een parkgerichte binding die all-mountain bestendig is. Zo kan je hem eigenlijk het beste een beetje zien. Hij heeft gewoon erg veel parkachtige features erin zitten. Zijn flex, zijn baseplate, maakt hem gewoon heel geschikt om wat speels ermee te boarden. Maar hij is niet zo speels dat hij niet meer all-mountain is. Je kan hem nog steeds prima overal gebruiken. Ik heb hem ook over de hele berg heen gereden en hij komt overal wel goed uit, maar in het park het beste eigenlijk. Of in ieder geval bij een wat speelsere border past hij wat beter, laat ik het zo zeggen. Hij heeft dus ook een medium stijfheid, zorgt er dus voor dat hij er inderdaad niet echt alleen parkgericht is. Door die medium stijfheid kan hij ook nog prima gewoon een keer wat harder een piste af. Daardoor wordt hij niet te gelimiteerd als het ware. Hij heeft een LP3 Duraflex highback. Wat dat eigenlijk wil zeggen is, de baseplate is uit hetzelfde, dit stuk baseplate moet ik zeggen, is uit hetzelfde materiaal gemaakt. Dat is ook Duraflex. Speciaal ontworpen materiaal samen met Union. Wat het eigenlijk doet, het materiaal behoudt ook als het heel koud wordt zijnzelfde eigenschappen. Dat is eigenlijk precies wat het doet. Zoals je zult zien, hij is wat flexibeler, de highback. Maakt hem lekker speels, vergevingsgezind, vriendelijk. En comfortabel. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste eigenschappen. Je ziet, hij is vrijwel vlak aan de achterkant. Niet helemaal, maar zorgt ervoor dat je voet ook wat makkelijker heen en weer kan bewegen in de binding. Gewoon een wat speelser, wat vriendelijkere binding. Zo kan je het een beetje zien inderdaad. Dan heeft hij de Ultra Grip strap. Wat dat wil zeggen is een dunne strap. Zacht, makkelijk te vormen en comfortabel van binnen. Hij vormt heel makkelijk naar de schoen. En zorg ervoor dat hij dus geen drukpunten gaat veroorzaken. En jij gewoon lekker lang door kan blijven boarden. Hij heeft de Ultra Grip Toe Strap. Dit zorgt ervoor dat hij makkelijk kan vormen naar elke soort tenendoos die er maar is op een schoen. Hij gaat er mooi naar staan, houdt hem goed vast. En dat komt tevens door zijn siliconen dat hij hier aan de binnenkant heeft. En die siliconen die gript dus als het ware echt de schoen vast. Zodat als jij hem voorop de schoen draagt, dat hij daar ook mooi blijft zitten. Je kan hem natuurlijk ook bovenlangs doen, net wat jij zelf wil. Dat kan je zelf kiezen met deze binding. De buckles zijn van aluminium. Stevig. Klinkt geweldig. ik vind het altijd een beetje Union eigen, het geluid. Geen kunststof verder, gewoon stevig metaal, aluminium. Licht, stevig, dat is precies wat ze willen ervan eigenlijk. Het is een two-piece binding. Dat wil zeggen dat dit stuk baseplate één stuk is en dat de heel cup eigenlijk ook één stuk is. Vormt dus samen twee stukken een two-piece binding. De heel cup is van extruded aluminium gemaakt. Dit is dus eigenlijk dat Duraflex weer. Voordeel van zo'n heel cup is dat je hem kan verstellen. Dus je kan hem heel mooi in het midden van je board zetten als het ware, jouw voet. Kan je precies in het midden zetten. Het maakt hem steviger en het maakt hem ook nog iets directer, de binding. Het gedraagt een beetje zich als een rolkooi in een auto. Het geeft ook gewoon wat meer algehele stijfheid. Dan even kijken de thermo. Ja, dit ga ik vertellen. Het voetbed. Thermoformed EVA. Wil zeggen dat het ontzettend veel dempt. En het loopt ook helemaal door aan de onderkant. Je ziet hier bijna alleen maar dat EVA. Waarom ze dat doen is, het dempt natuurlijk hartstikke veel. Het dempt een harde landing, het dempt trillingen op de piste. Dat soort dingen doet het allemaal. En wat het ook doet is, je ziet hier een kleine disc. Andere bindingen hebben bijvoorbeeld een wat grotere disc. Dus een kleine disc zorgt ervoor dat het directe contact met het board van de binding veel minder is. De zijkant is flexibel. Hier, als jij nu bijvoorbeeld een ollie of een nosepress gaat doen of weet ik veel, kan het board wat makkelijker langs de binding buigen. Het board kan wat meer zijn natuurlijke flex aanhouden. Zo kan je het eigenlijk een beetje zien. Dus dat voelt gewoon veel natuurlijker aan. En kan jij iets meer flex eruit halen en pop eruit halen. Als je dat allemaal samengooit, krijg je dus deze binding, de Contact Pro. Zoals ik al zei, aardig bewezen, flink bewezen door de tijd heen. Parkgericht, all-mountain bestendig. Leuk voor een groeiende snowboarder, gemiddelde snowboarder. Maar ook nog steeds voor de betere snowboarder die weet dat hij gewoon heel speels snowboardt.
Dit is de Contact Pro. Wil je er nou nog meer over weten, kom even langs bij ons in de winkel. Dan vertellen we jou er nog meer over. Of check even onze website downtown.nl. De Contact Pro.